Bij de avondverdaagse scenario. Wat gaan we allemaal doen? Vanwege het noodweer is het vanavond een zeer korte avondverdaagse scenario. De bestuur heeft rond de klok van 6 uur besloten om de route van de 20, de 15 en de 10 kilometer in te korten naar de 5 kilometer. En rond 7 uur was het echt vreselijke noodweer. U ziet nu een paar beelden. Misschien hoort u ook onweer, dat weet ik dus niet. Maar het was echt noodweer. Rond 7 uur heeft de bestuur van de avondverdaagse besloten om de avondverdaagse te staken. De bestuur heeft een hele goede beslissing genomen. U ziet ook beelden van de markt. Ook daar is het noodweer. Ik heb ook met een aantal bestuurleden gepraat. En die vinden het onverstandig om gewoon door te gaan. Dus dat betekent dus dat de avondvierdaagse... Dus voor vanavond helemaal te staken. En u ziet ook nog beelden van de horeca. Alleen de horeca is daar niet zo blij mee. In het kort gezegd vind ik de keus van de avondvierdaagse bestuur een hele goede beslissing. De keus was juist. Het was echt vreselijke noodweer. En u ziet de laatste groep van de avondvierdaagse. En tot zover het avondvierdaagse zo nou vanavond. Morgen zijn we weer terug. En dan maar hopen dat het wel uitstekend mooi weer wordt. Tot zover de avondvierdaagse. Tot morgen.